Wereldwijd blijven de beurzen volatiel en ook deze week zal zeker geen soepele week zijn met het rentebesluit van de Fed van aanstaande woensdag. Maar dat is geen reden om deze maand niet te investeren. En deze maand voer ik dan wat updates uit aan mijn aandelenportfolio. Aan de ene kant ga ik één positie sluiten, terwijl ik juist twee andere posities ga uitbreiden. Waarom ik dat doe en welke posities dat zijn, dat vertel ik in deze video. Dus laten we snel beginnen. Leuk dat je kijkt naar nou weer een nieuwe video van passiefinkomen.nl. Iedere maand investeren we 250 euro in mijn tweede portfolio met het idee om op de lange termijn juist een portfolio, een vermogen op te bouwen en ook te proberen om een breed gespreide ETF te verslaan. Dus laten we dan eerst even gaan kijken naar hoe mijn portfolio er op dit moment voor staat. En dat aandelenportfolio heb ik net zoals mijn andere portfolio bij de Giro. Maak ook gebruik van de link onder de video. Als je nog een account wilt openen, want op die manier krijg je ook 100 euro transactiekosten te goed, loggen we vervolgens in naar mijn portfolio en zal ik even deze aanzetten. Dan zien we op dit moment dat het zo iets meer dan 4300 euro waard is. Uh, we staan 940 euro in de min. Vorige keer stonden we ook al in de min een maand geleden. Alleen de laatste maand is het verlies wat opgelopen. Kijken we naar de aandelenposities, dan staat alleen op dit moment Microsoft nog in de plus. Met zo'n 7%. Um, en kijken we naar de rest. Dan zien we best wel wat grote verschillen. Zelf houd ik op dit moment een beetje aan. Alles met een verlies. Tot 20% ongeveer. Maak ik me niet zo heel druk om. Juist omdat eigenlijk de hele markt wel ongeveer met 15 tot 20% is gedaald. Dus heel veel van die bedrijven zijn gewoon met de markt meegedaald. Wat valt dan nog op? Nou, bijvoorbeeld deze: Coinbase. Daar heb ik het al heel vaak over gehad. Het is zo afhankelijk van de cryptocurrencies. Um, wat daar de koersen van zijn. En die zijn de laatste tijd gewoon heel slecht. Ook gisteren, vandaag, de laatste 24 uur eigenlijk nog. Zie je dat Bitcoin of zeker ook Ethereum 10% inleveren. Nou, dat zal waarschijnlijk ook vandaag geen beste opening worden. Als straks de beurzen in Amerika opengaan. Kijken we dan naar Corsair. Die is inmiddels gehalveerd. Ook een aandeel wat ik al vaker besproken heb. Um, misschien niet de beste aankoop geweest. Nou, dat achteraf gezien blijkt dat zeker wel. Intel, die staat dan op 32% in de min, meer dan de 20% waar ik het straks over had, maar ook hier maak ik me niet per se heel druk om, omdat ik wel heel veel weet van het aandeel, er zeker nog steeds in geloof ook voor de lange termijn, alleen het gaat gewoon op dit moment wat minder met het bedrijf, zeker op korte termijn is de outlook gewoon wat minder, al geloof ik er juist in de lange termijn juist wel in, scrollen we naar beneden, even kijken of we het zo goed kunnen zien, dan hebben we hier nog de ETF's, de Ajax, inmiddels 10% in de min. Vecto Digital, dat zijn de, uh, ook weer eigenlijk de crypto dingen... alleen dan in een ETF van Van Eck, min 75%. Ik denk ook zeker dat dit de komende tijd niet per se heel goed gaat doen. Maar ja, ik wil hem eigenlijk wel gewoon houden. Gewoon om te kijken wat het doet en daar nog eventueel iets van te leren. Semiconductors, je zag hierboven al wat aandelen staan. Zoals Applied Materials en Intel... waar ik eigenlijk al in de semiconductors zit... Alleen dan specifieke bedrijven. Kijken we naar de semiconductors ETF. Dan zitten die bedrijven daar ook in. Maar ook ASML, ook TSMC bijvoorbeeld. Daar sta ik nog net in de plus. Omdat ik mij eigenlijk heel gunstig gekocht heb. Op, uh, best wel lang geleden eigenlijk. Op het begin van deze, van deze serie is het alweer geweest. En vervolgens de cloud computing ETF. Die ook flink heeft ingeleverd. Hele interessante sector. Maar waarschijnlijk dus niet op het beste moment gekocht. Of we trouwens wel nog zien. Hieronder en het valt net een beetje achter me maar in ieder geval het gaat om het dividend van de HP aandelen. Um, Zo'n 4,5 euro aan dividend gaat nog wat belasting af. Dus iets minder dan 4 euro wat ik daar in ieder geval wel aan heb overgehouden op die positie alweer. Dit was al meer mijn portfolio maar laten we dat even gaan vergelijken met VWCE. Wat we altijd doen eigenlijk in deze serie. VWCE is dus eigenlijk een VWRL ETF, een breed gespreide ETF over de hele wereld. Alleen wordt hier het dividend automatisch geherinvesteerd. En zowel VWRL als VWCE maken onderdeel uit van de kernselectie van de Giro. Ook een van de redenen waarom ik toch voor deze ETF's kies, wat ze gewoon heel aantrekkelijk zijn. Ten eerste als ETF zijn, maar zeker vanwege de kostenstructuur bij de Giro, dat je eigenlijk je kunt ze kosteloos kopen iedere maand. Kijken we dan naar die vergelijking. Um, dan heb ik hem vandaag bijgewerkt, 19 september, 250 euro gestort. Dat betekent dat ik in totaal 5250 euro heb ingelegd in deze serie. We zien dat de koers van VWC op dit moment ongeveer 94,22 euro is. Dat is um, 8,4% minder dan vorige maand. Dus we zagen het eigenlijk al in mijn portfolio heel veel in de min staan, het verlies oplopen. Maar een ETF die de hele wereld volgt. Staat ook gewoon zo'n 8,5% in de min, in iets meer dan een maand tijd. Dus het gaat gewoon op heel veel punten slecht. Had ik VWC gehad, op dit moment zou ik dan drie aandelen hebben kunnen kopen. Ik had zo'n 50 euro ingelegd. Ik had nog 48 euro. Dat betekent dat ik het drie had kunnen kopen en 15 euro had overgehouden. Dan zou mijn vermogen, mijn portfolio op dat moment 5009 euro zijn waard geweest. Had ik ook een verlies van zo'n 4,5% gehad, um, op. Op basis van well, wat ik had ingelegd dan. Vorige maand was dat net nog in de plus. Zien we hier ook. Toen had ik 5000 euro ingelegd. En was het bijna 5200 euro waard. Toen bijna 4% in de plus. Maar door de afname van 8,5%. Zou ik dus daar op dit moment zo'n 4,5% in de min hebben gestaan. Maar dat heb ik niet gedaan. Ik heb gekozen voor eigen aandelen. En dat zien we hier eigenlijk in het groen. Um, ik heb 250 euro weer gestort. Ik had nog wat geld staan. Dus mijn cashpositie is 316 euro. Hier zie je alle aandelen en hier alle ETF's. De aandelen met zo'n 300-400 euro afgenomen, waarbij eigenlijk de positie van HP, uh, deze eigenlijk het meeste opvalt, uh, vind ik zelf tenminste. Een best wel grote daling van zo'n 120 euro. Ook uh, Microsoft trouwens wel flink onderuit zien we hier van 863 euro naar 734 euro. Dus dat zijn wel... Twee aandelen die eigenlijk flink bijdragen, terwijl andere aandelen zoals Alibaba het juist de afgelopen maand weer wat beter hebben gedaan. Kijken we iets lager bij de ETF's, dan zien we eigenlijk ook over het hele, ja, over het hele beeld een afname van 920 euro vorige maand, nu nog zo'n 780 euro nu waard. Dat betekent dat het portfolio op dit moment zo'n 4307 euro waard is, 9,3% minder dan vorige maand toen het nog 4750 euro waard was. Dus ook... Uh, hier eigenlijk nog een slechtere daling of meer daling dan bij VWCE. We zagen daar 8,5% afname. Hier 9,3% is wel te verklaren. De bedrijven die ik hier heb zijn denk ik ook stukken gevoeliger als het misgaat, dat ze harder dalen. Als het beter gaat, zeker in die sectoren, zal het ook veel harder stijgen. Denk zeker aan de semiconductors en aan de crypto die ik heb. Dus dat is zeker wel een logische verklaring. En wat we dan zien is het uh, verschil. Ik zou met VWCE dus iets meer dan 5000 euro hebben gehad. Nu is dat 4300. Een verschil van 700 euro. Oftewel, mijn eigen aandelenkeuzes die ik op dit moment heb gemaakt. Hebben me een negatief rendement opgeleverd van 14% als je het gaat vergelijken met die ETF. Dus um, ja, dat is niet heel goed. Was vorige maand ook al niet goed. Maar dat verschil is dus opgelopen zoals we zagen. En het is eigenlijk alweer een tijdje geleden dat we gelijk liepen. Eigenlijk. Begin dit jaar was het nog wel gelijk, liep ik ooit iets voor. Maar eigenlijk sinds die tijd, sinds de oorlog vooral ook, sinds de oplopende uh, inflatie die er is, de rentebesluiten van de centrale banken, die hebben zoveel impact op aandelen en zeker op de sectoren waar ik in geïnteresseerd ben, waar ik in geïnvesteerd ben, dat we juist dat uh, verschil dus zien oplopen. Dus op dit moment nog steeds niet interessant geweest om al die moeite, al die dingen zelf te doen. Maar laten we zeker ook door blijven gaan voor de toekomst, omdat ik er zeker wel in geloof dat het over een paar jaar wel juist positief staat. Dat ik dan wel een voordeel heb ten opzichte van een ETF. En daarmee komen we eigenlijk ook aan bij de updates voor deze maand. Zoals gezegd, één verkoop en twee aankopen. Of niet eigenlijk aankopen, maar vooral posities die ik al heb, die ik uit zal breiden. Laten we beginnen met de verkoop. En dat gaat worden Corsair, die ga ik zo meteen verkopen. Uh, ga ik eigenlijk een verlies opnemen, zoals ik ook al in de, in de thumbnail zei. Want we zien. De positie is gehalveerd en vaak is het niet interessant of niet slim per se om op emotie eigenlijk een verlies te nemen, maar dat doe ik hier niet. Ik heb juist gekeken naar wat zijn de verwachtingen voor de toekomst? Is het dan nog interessant om dit bedrijf aan te houden of juist niet? Kan ik dan beter mijn verlies nemen? Nou, ik kom tot eigenlijk het laatste gedeelte. Ik kan beter nu een verlies nemen. Waarom is dat zo? Ik heb het aandeel gekocht in de coronaperiode. Corsair maakt um, heel veel randapparatuur voor computers. Denk aan muizen, uh, toetsenborden, headsets, webcams, dat soort dingen. Heel erg geprofiteerd in die periode. Na de rand viel die vraag eigenlijk weg. En dat zien we dus ook terugkomen in de koers. En de reden dat ik dus deze positie ga sluiten is omdat ik niet verwacht dat het heel veel beter gaat worden in de komende tijd. Analisten verwachten een kleine groei. Maar als ik die groei mee ga nemen in mijn berekening, zie ik niet heel veel. Ja, upside eigenlijk, alleen in het meest positieve geval... van alles wat analisten verwachten en wat ik verwacht... zou het eventueel interessant kunnen zijn... maar in al die andere scenario's is dat niet. En is het dus voor mij denk ik een beter moment... om deze positie te sluiten, mijn verlies te nemen... en vooral ook eigenlijk het geld wat het nu nog waard is... op een andere plek in te zetten waar ik juist wel potentie zie. En waar ik dat geld onder andere voor ga gebruiken... is de, de uitbreiding van HP. We hebben het straks al even behandeld in het overzicht. Dat was een aandeel wat eigenlijk de afgelopen maand... Best wel veel is gezakt, 120 euro op deze positie, vond ik een behoorlijk gedeelte. Ik sta nu net zo'n 1,4% in de min, dus het valt nog wel mee. Ik had ook gewoon een hele goede aankoopprijs. Zoals ik eerder al zei, ik had het aandeel een tijdje geleden gekocht. Toen heeft het eventjes um, ja, best wel goed gegaan, juist ook omdat Warren Buffett was ingestapt. Nou, inmiddels is dat weer flink weggeëbd. Sta ik in de min, maar Warren Buffett zeker ook. En... Um, als ik hierna ga kijken naar deze positie en ook deze nieuwe berekeningen maak van wat analisten verwachten voor de toekomst, is het niet zo dat dit bedrijf ook heel veel groei verwacht. Ook dat is misschien maar hele kleine percentages, misschien in het meest positieve geval 1,5-2% per jaar. Dus eigenlijk is het vergelijkbaar met Corsair. De toekomst ziet er niet heel rooskleurig uit, maar als we gaan kijken naar de winstgevendheid van het bedrijf, Um, en wat ze doen met die winsten, dan is het wel heel interessant. Want aan de ene kant, ze maken winst, dat is allemaal prima. Ook zeker als de omzet ongeveer gelijk blijft, kun je wel heel goede voorspellingen maken voor de toekomst. Als je gaat kijken wat ze met die winst of die free cashflow doen die ze hebben, dan gaan ze aan de ene kant kopen ze eigen aandelen in. Dus de winst wordt over minder aandelen verdeeld in de toekomst. Dat is interessant als aandeelhouder. Ze keren ook dividend uit en dat dividend groeit ook ieder jaar. Dus nog een reden. Uh, waarop aandeelhouders eigenlijk beloond worden. En voor mij dus heel interessant om die positie te hebben en ook uit te breiden. Want als ik ga kijken, ook met die kleine groeipercentages die ze verwachten voor de komende jaren, dan is dit toch een aantrekkelijke positie om uit te breiden. We zien de koers nu zo'n 27 dollar zijn. Mijn berekeningen geven aan 32 dollar per aandeel. Dat het dan nog interessant is om toch het gewenste rendement te halen. Dus ik ga onder andere deze positie uitbreiden. Ik denk met 7 aandelen... Um, eigenlijk ja, omdat ik erin geloof, maar zeker ook om mijn gemiddelde aankoopkosten te verlagen. Dan heb ik nog geld over en dat ga ik gebruiken voor een tweede positie die ik uit ga bereiden. En dat is de positie die hieronder staat. Intel, zoals ik straks ook al zei, um, dit jaar is niet zo'n heel goed jaar voor het bedrijf. Zeker eigenlijk voor het aandeel voor de koers. De afgelopen jaren waren eigenlijk niet zo heel goed voor het bedrijf. Je ziet gewoon dat ze een jaar of 7, 8 inmiddels um, geleden hebben ze gewoon, de beslissingen genomen. Daardoor lopen ze eigenlijk altijd één of twee stappen achter op bijvoorbeeld TSMC, die al veel verder zijn met veel geavanceerdere chips. Dus dat was eigenlijk het verleden. Inmiddels een nieuwe CEO. Um, laten we hopen dat het in ieder geval het management betere beslissingen gaat nemen. Wat je, wat je in ieder geval ziet, is dat ze volop investeren, dat ze ook voldoende geld hebben om die investeringen ook te doen. Dat is ook belangrijk. Maar ze gaan juist de productiecapaciteit uitbreiden in Amerika, in Europa. En heel interessant. We zagen het laatst trouwens ook bij VPRO tegenlicht... de documentaire aflevering over ASML. ASML is nu natuurlijk al bezig met die UEV-machines. De volgende generatie zit er aan te komen. Daar zijn ze nu hard aan bezig, maar de eerste klant die dat gaat krijgen... die de volgende technologie eigenlijk gaat krijgen, de eerste machine... dat is Intel, dus waar ze voorheen achterliepen... laten we hopen dat ze in ieder geval in de toekomst misschien wel voor gaan lopen... of in ieder geval weer meedoen met de rest... Nou, dat is in ieder geval waar ik van uitga. En ook als ik hier een berekening maak, kom ik uit op zo'n 32 dollar per aandeel, geloof ik. En volgens mij was HP trouwens 35 dollar per aandeel. Het ligt allemaal heel veel bij elkaar, die koersen. Uh, maar ook in dit geval is dus interessant om te investeren, omdat ik zeker geloof in de hele sector eigenlijk. Het is ook wel zo dat bijvoorbeeld TSM, TSMC interessant vindt, maar heel lastig vind ik het ook wel, omdat het in Taiwan ligt. Het gedoe met China, hoe veilig is dat? Dus... Aan de ene kant heb ik misschien daar TSMC al een beetje vanwege die ETF onderin. Wil ik dit bedrijf juist, zie ik als veiligere haven op dat uh, gebied. En hoop ik ook dat ze juist de komende jaren uh, grotere stappen kunnen maken, dat ik daarvan kan profiteren. Dus voor mij een reden. Om die positie uit te breiden met 5 aandelen. Wat tegelijkertijd natuurlijk ook mijn gemiddelde aankoopkosten van 49 dollar naar beneden zullen brengen. Omdat nu het aandeel voor iets onder de 30 dollar verhandeld wordt. En dan houd ik nog een klein gedeelte over. Uh, niet al mijn geld zal ik dan hebben gebruikt voor de aankopen van die posities uit te breiden. En het geld dat ik daarmee overhoud. Dat houd ik nog heel even apart. Ik zat nog te denken. Misschien ga ik het wel gebruiken de komende tijd. Om de AX ETF uit te breiden. Dat ik toch geïnvesteerd ben op dat moment. Um, in onze eigen breed gespreide ja, Amsterdamse beurs, eigenlijk. Ik wacht nog heel even af. Misschien doe ik dat pas volgende maand. Misschien zou het ook kunnen zijn dat ik het later deze week doe. Maar dat is een beetje afhankelijk van wat de impact is van het uh, rentebesluit van de Fed in Amerika. De verwachting is dat ze de rente weer gaan verhogen. Wat weer negatief is voor aandelenkoersen. Dat heel veel koersen erop onderuit zullen gaan. Zeker op korte termijn. Dat dat misschien wel een beetje een, een kans biedt. Het is een beetje markttiming. Maar aan de andere kant, um, ik wil, als ik het niet doe, als die kans zich niet voordoet, dan wil ik het eigenlijk wel doen, dat ik het volgende maand doe en dan eventueel met een groter bedrag, dat ik ja, in ieder geval makkelijker aankopen doe. Um, ik geloof trouwens niet dat ik transactiekosten heb bij de Ajax ETF. In ieder geval, dat zijn wel dingen om mee te nemen, dat ik niet te kleine transacties doe. Dus dat is in ieder geval wat ik van plan ben voor de toekomst. Laat ook zeker even weten hoe jij hierover denkt, wat je vindt van mijn inzichten, van mijn berekeningen, van mijn portfolio op dit moment of waar je zelf mee bezig bent. En laat dat weten in de reacties onder deze video. Want ik denk zeker dat het interessant is dat we van elkaar kunnen leren, dat we juist daar heel veel waarde uit kunnen halen en elkaar ook zeker kunnen behouden van fouten die we maken. Dus daar zijn de reacties onder deze video een heel goed platform voor. Zorg dat je geabonneerd bent op het kanaal om in de toekomst geen video meer te missen. En dan zal ik hier nog even een video plaatsen die ik vorige week heb gemaakt met aandelenwaarderingen. Mijn watchlist, welke aandelen ik op mijn lijst heb staan en bij welke koers ik ze eventueel interessant vind. Misschien nog wel interessant voor jou om te kijken. Dan hoop ik jou bij de volgende video weer te zien.